gewasbeschermingsmiddelen bij aardappelen is vooral de bestrijding van de schimmelziekte Phytophthora. Nou, die schimmelziekte kan in een paar dagen zeg maar, het loof vernietigen en dan vallen de sporen op de grond en dan gaan ook de knollen verrotten. Dus het kan gebeuren dat je zeg maar, op maandag mooi gewas aardappelen hebt staan en dat op vrijdag dat hele gewas zwart is. En als je dus rassen hebt die resistent daartegen zijn, dan heb je 1. Een veel duurzamere teelt en 2. Een enorme besparing voor een aardappelteler. En daarmee ja, gaan wij gewoon een revolutie teweeg brengen in de aardappelteelt in de hele wereld. Mijn naam is Jan van Hogen. Ik ben CEO van de Agrico Groep. De Agrico Groep is een coöperatie van aardappelboeren. Wij telen polaardappelen en consumptieaardappelen. En wij exporteren deze aardappelen over de hele wereld. Hier worden nieuwe aardappelrassen gekweekt. Ieder jaar hebben we zo'n 4 miljoen nieuwe aardappelrassen. 1 jaar in de kast, dan gaan we naar buiten op het veld. En steeds vallen er heel veel af. En uiteindelijk blijven er na 14, 15 jaar 3 of 4 rassen per jaar over die we ook echt commercieel gaan verkopen. Er zijn natuurlijk heel veel bestemmingen voor aardappelen. Je kunt er friet van maken, je kunt er chips van maken, je kunt er zetmeel, je kunt ze koken, je kunt ze bakken. Dus voor al die segmenten hebben wij aardappelrassen. Maar wat heel belangrijk is, is ziekteresistentie. En Phytophthora, dat is dé aardappelziekte, heet dat ook niks voor niks. He, waarin de hele wereld heel veel problemen mee zijn. En wij zijn eigenlijk ja, marktleider in wat wij noemen next generation potatoes. En dat zijn nieuwe rassen die resistent zijn tegen deze aardappelziekte. En daarmee hebben wij een unieke positie in de gehele wereld. In heel veel ontwikkelingslanden waar wij ook actief zijn, ja, is er gewoon geen geld. En die mensen zijn dus ook dolblij met deze soort rassen, omdat zij die middelen niet meer hoeven te gebruiken. Bij friet is het belangrijk dat je geen suikers hebt. Verbrande suikers is ongezond. Dus je test alle rassen op hun kwaliteit voor friet. Hij moet krokant zijn, hij moet niet slap zijn. De droge stofsamenstelling moet goed zijn. Er zijn ontzettend veel eisen aan zo'n frietje worden gesteld. Dus wij testen nou, misschien wel 10.000 rassen per jaar. Van verschillende herkomsten, van verschillende grondsoorten, uit andere landen. Allemaal om te zien, is die aardappel geschikt. Als je ze naast elkaar ziet, zie je heel duidelijk het verschil tussen geel en wit vlees. En als je dan de ideale aardappel gevonden hebt, ja, dan ben je een spekkoper. Nou, tas toe.